Jort, je begon op de bank. Is dat uit voorzorg of had je liever in de basis gestaan? De afgelopen twee wedstrijden ben ik er niet bij geweest door een lichte blessure. En dat is slecht getimed. Maar op dat moment moet je gewoon zorgen dat je fit wordt. En vandaag kon ik voor het eerst weer relatief lang spelen. En ik denk dat ik blij ben met de minuten die ik vandaag gemaakt heb. Dan zit je de eerste helft op de bank, wat wel op voor Adel Den Haag. Heel veel foutieve passes, onnodig balverlies. Zit je dan ook een beetje te erger op zo'n bank? Nou, het is niet per se dat ik me aan het ergeren ben. Het is gewoon dat je hoopt dat het goed gaat en dat je ziet dat we slordig zijn. En dan is het niet per se dat ik me daaraan aan het ergeren ben. Het is meer een vervelend gevoel dat het geheel niet goed loopt. Kom je de tweede helft, kom je erin? Was duidelijk, je had er wel zin in. Dat zeker, maar ik vond niet per se dat ik een hele grote stempel gedrukt heb in die tweede helft. Of dat ik het verschil kon maken zoals ik dat graag wil. Dat ik er zin in had wel. Het is een tijd geleden. Maar het is ook weer, hoe kort je er dan ook uit bent geweest, wel weer even wennen om in het tempo van die wedstrijden mee te gaan. Je krijgt rond Adel twee keer op een voorsprong, maar even knullig krijg je weer een tegengoal tegen. Dat gaat er maar niet uit, vaak dom balverlies. Ja, die tegengoals vandaag, dat is misschien wel een beetje de laatste weken in de notendop. En dat is wel iets wat eruit moet, vooral als je in de play-offs resultaat wil gaan halen. Ik heb er wel vertrouwen in dat, als dat soort dingen eruit gaan, dan win je in principe zo'n wedstrijd met 2-0. Als je die knullige doelpunten niet tegenkrijgt. Dat zijn wel dingen, dat gebeurt in het voetbal. Alleen dat is wel iets wat er op hele korte termijn uit moet. Speel je thuis, Jong PSV was op zich helemaal geen slechte ploeg, lopen goed te combineren. Maar dan toch zo'n laatste wedstrijd, eigenlijk een beetje een blamage dat je, laten we zeggen, met een nederlaag van het veld moet stappen. Ja, zeker. Kijk, natuurlijk is het een goede ploeg en je weet van de Jong ploegen dat ze voetballend heel goed zijn. Alleen dit soort wedstrijden, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen in de reguliere competitie, die wil je gewoon winnend afsluiten. En dan ga je hier met de zure smaak van het veld en... Met supporters die op dat moment niet heel positief jegens ons waren. En dat is ook iets waar we denken van, dat is misschien iets wat juist een beetje de ommekeer zou kunnen zijn. Want we moeten er met z'n allen voor gaan. En wij willen net zo graag promoveren dan dat zij dat willen. Wij willen net zo graag resultaat halen in de play-offs dan dat zij dat willen. En we moeten wel beseffen hier allemaal dat we er met z'n allen voor moeten gaan. Want het is natuurlijk erg pijnlijk als met name je keeper bij elk balcontact in die laatste fase wordt uitgefloten. Ja, dat is begrijpelijk en dat is emotie en dat is voetbal. En dat heeft ook zijn mooie kanten, heeft ook wat zijn lelijke kanten. Alleen dat zijn wel dingen dat je denkt, oké, je wil je spelers zo positief mogelijk benaderen. In ieder geval, je wil het beste van die spelers zien. En dan denk ik ook dat je... met wat positiviteit dan misschien wat verder in kan komen. Hoe moeilijk dat dan ook kan zijn in de emotie. Maar het is wel iets wat wij misschien wel nodig hebben in de komende fase.